Zo, Jezus. Heb ik een kat begraven? Nou, jongens, we gaan vandaag, zoals jullie al heel vaak vroegen of ik wilde laten zien hoe ik Jalak bij iemand op de naam doe. Ik ga het nu dus bij Jamil doen. En Jamil die zal af en toe, van mijn tweede telefoon die werkt helaas even niet mee. Maar Jamil die zal stap voor stap eventjes bij de camera komen om het te laten zien hoe of wat. Ja. Nou, ik zal deze aanzetten. Ik denk niet dat dat handig is, hè, met jullie. Die laten we voor nu even uit. Die staan normaal gesproken aan, dat is mijn afzuiger. Even mijn spullen uit ons zitbak. Waar het niet, dan gaat het er sneller vanaf. Ja, wacht, je gaat wel een stuk korter, dame, want dit kan niet, die lange nagels. Nou, wat ik eerst ga doen is eigenlijk de nagelriemen zachtjes naar achter drukken. En als je dat gedaan hebt, dan knip ik eigenlijk het overtollige vel wat er dan zit weg. Voorzichtig, zorg niet dat je hier je vel gaat knippen, want dat kan best pijn doen. En Jamil had zo'n kleurtje uitgekozen. Klopt wel, hè? Ja, één van deze twee. Ik ben nog aan het twijfelen. Laat anders even zien welke kleur we allemaal hebben. Hier. Even show natuurlijk. En het is dat jullie moeten wachten. Kan zij dan eventjes even klutsen? Dit allemaal. Heel veel kleuren. Nou, dat was wel een hele snelle. Ja, snelle look, jongens. Hier. Deze. En deze kleur. Ja. En welke vind je het mooiste? Van deze vind ik zelf deze echt zo mooi. Deze 272. We gaan nu de nagel weer wegknippen. Kijk, als mama ready is vast, dan kan je laten zien wat mama er eigenlijk vanaf haalt. Ik weet niet of de nagels niet hoe het er nu uitziet, maar dit is wat ze doen. Ja, niet zo dichtbij, hoor. Dat zien ze misschien. Maar dat vel haalt dus weg. Dat er zijn fijn. Er zijn mensen die dat, of stylisten die dat niet doen, maar ik doe het wel. En waarom? Het is gewoon veel mooier en als je het niet doet, dan lijkt het al alsof je een uitgooi hebt. En wat we niet willen is een uitgooi. Nou, dat je al, kijk, net als mama zeg maar nu, zie je dat kleine stukje wat gegooid is, dat noem je dan een uitgroei. Ja. Dat zie je ook heel vaak bij mensen die kunstnagels hebben. Mooi doe jongens, gewoon lekker gelak op je eigen nagels laten doen. Of gewoon maar gelak blijft langer zitten. Dat kan je niet vergelijken met normale nagellak. Normale nagellak, dan denk je, goh, het is droog. En dan ga je na een half uur iets doen, naar de wc of zo. Dan wil je broek naar en denk je, er is alweer een stukje af, of ik heb weer een deuk, of een kras, of iets. Maar dat heb je met dit dus niet. Nee, ja. En dan moet het ook in deze lamp doen, en dan wordt het vanzelf droog. Nee, dus dit is hard. Ja, hard, hard. Ja. Dus het is altijd paars, een plaklaag op die dan weg moet halen. Nou, ik ga ze in ieder geval even de helft korter vijlen, want deze nagelbloed kan gewoon echt niet snel. Oh, dat kan echt snel. Ja, ik ben ook snel. Zitten we dan in de keuken iets te klooien. Jillian die weet dat mama en Jamila hier zitten. Die maakte natuurlijk even gebruik van de situatie aangezien papa nog niet thuis. Ik kom niet vanaf hier de woonkamer in spieken, maar ik zie toch niet voor niks. Dat bedoel ik, ik hoor van alles. Die is ook zeker zo'n chocolademelk aan het maken, maar goed, ik heb geen zin om op te staan. Dus dat is voor degene die zo meteen thuis komt. Sorry schat, als je het filmpje terug ziet. Ziet ie. Maar ik ben nu even bezig. Wat aan. Die mooi wil zijn. Hoepa, rijden. Die oude woorden. Dat zeg ik niet tegen mijn klant hoor trouwens. Nee. Toch? Ja. Pas op dan, schat ik je gewoon zo laat zitten. Zeg paaf de koekoek. Wil je lekker zijn in de school, hè? Nee. Ja, ik ben echt verliefd op deze kleur. Wacht. Het is
Oh wacht, ik kan het niet laten zien. Wat gaan we doen dan? Als we met deze aan het halen. Dus dat, jongens. Ja. Yeah. Nou, volgens doen. Ik zal zo meteen wel even, als ik dit gedaan heb, de camera wat dichterbij halen. Want dan zijn we niet echt in beeld, denk ik. Ik weet niet echt wat handig is, maar goed, we zien wel even. Jamila is altijd vervelend, die legt altijd de hand over het overal nergens neer. Nou, dan gaan we die nagel weer nog even wegknippen. En voor de mensen thuis, je wil, doet het zeer? Nee. Tenzij je het verkeerd knipt, dan doet het wel pijn. Knippen, zo is het. Zo. En dan gaan we beginnen met de jellock, jongens. Ik ga ook laten zien welke kleur ik ga doen. Wacht. Ik ga deze kleur doen. 272. En zo zien ze er nu uit. Nee, je ziet het niet goed. Oh, ja. In ieder geval korter. En ze gaan nu een van deze lakjes. Oh nee, wacht. Er zijn. Ik denk deze volgens mij. Deze toch? Ja. Als eerste maar deze. Ik pak even de nieuwe, want die zit er niet uit. Oké. We beginnen altijd eerst met de eerste laag. Dat is deze. Gaan we op de zoeken. Dat is de base. De base. Zo, nou niet meer aan je nagel zitten alsjeblieft. Nee, ook niet bij mij aan. Oh, prima, dan ga ik gewoon naar de woonkamer. Even kijken op de bank zitten. Zeg maar. Je ziet precies, zie mooi, zie. Moet het 30 seconden? Ja, de eerste laag moet op 30 seconden. Ik begin eigenlijk altijd vanaf het uiteinde en dan doe ik hem zachtjes naar boven. Zie. Ik zal meteen de camera even dichtbij houden als ik één hand gedaan heb met deze. Weet je wat ik bedoel? Schatje, kom even hier. Schud voor mij. Nee, je zorgt gewoon niet dat je een te dikke laag hebt. Want hoe dikker je die laag erop smeert, hoe dikker je uiteindelijk straks je nagels worden. Ik doe eigenlijk altijd eerst deze. Gewoon zorgen dat je alles hebt gehad. Probeer zo dicht mogelijk, niet tegen je nagelriemen, maar zo dicht mogelijk tegen je nagelriemen te lakken. Sorry voor mijn gesnuf weer, jongens. En dan vervolgens doe ik eigenlijk altijd twee keer kleurtje erop, twee laagjes dun. Want als je één keer gaat doen, dan of hij dekt niet goed genoeg. Of het wordt gewoon hartstikke dik en lelijk. Dat is iets wat we niet willen. Snuf. Ik ga eventjes de camera dichtbij halen. Dan kan je in ieder geval zien wat nu eigenlijk al het verschil is met de ene en de andere. Nou, Jamil die doet nu eventjes voor 30 seconden eventjes die ene alvast in de lamp. Nou, dit is die andere. Ik zal zo meteen die andere alvast erbij halen. Die heeft dan al één laag. Die viesheid had ik zo meteen onder de nagels houden, jongens. Nou, even wachten op het klokje. Ik heb in ieder geval die dingen al aardig gekortwiekt, want die waren echt zo lang. Zo. Het leek wel schepjes. Nou, Jamil, haal maar eruit. Leg maar ernaast. Doe maar even naar achter een stukje zo.
Kijk, ik weet niet of je het al een beetje kan zien, maar dit is dus de eerste laag. Deze is glimmend. Heeft al een glansje inderdaad. En die andere is eigenlijk nog helemaal dof. Dus eigenlijk zie je nu al verschil naar de eerste laag. Maar we zijn nog niet klaar, want de kleur gaat er nou op, jongens. Zo, ik heb de camera even anders gezet. Je ziet ons nu even niet in beeld. Jamil mag die gewoon even aan de zijkant houden. Deze moet ik wel hebben. Dan gaan we de andere kant voorzien van de eerste laag. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat... Weer in de lamp doen er nou. Ja. En dan gaan we beginnen met de kleur. Zeg maar de kleur van mijn... Van de Reinderspak. Die kleur wel snel. Je zal zien, de eerste laag is niet zo heel neonachtig. Ja, hij is wel roze, maar niet de roze die hij zeg maar nu moet hebben. Ik laat hem er gewoon lekker in. Ja, laat hem maar inderdaad lekker zitten. Kijk, het morsje gewoon groot weghalen. En op zich is het niet heel erg als je op je vingers zou morsen. Want de lamp die hard de gel ook uit en je kan het daar eigenlijk daarna gewoon van je vingers afpilken. Maar goed, het is natuurlijk niet nodig. Dus als het niet hoeft, dan hoeft het niet, hè jongens? Wel een beetje netjes daar, kijk. Meestal als ik iets zie, dan is het gelijk ook weghalen. Zoals hier. Zo, dan ga ik de timer van de lamp op 60 zetten, want deze moet 60 seconden. Die mag erin. En dan gaan we naar de volgende. Oh ja, dit is wel heel vet om te zien. Let op jongens, let op, let op. Jamila heeft neonnagels, houden ze wel rechtschap. Leuk, 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 leuk. Zo, nou die zit onder de lamp. Gaan we ondertussen deze voorzien van de eerste laag. Dan mag gewoon erin zitten, oké? Mm-hmm. Nou, gelak is trouwens niet zo dat je dat even 1, 2, 3 met aceton eraf kan halen. Ga nooit zelf lopen klooien om je gelak eraf te halen, jongens. Alsjeblieft, ga gewoon naar de stylisten toe. Want dan kan je nagel meetrekken. Nou ja, je kan de bovenste lagen van je nagel inderdaad meetrekken. En dat is gewoon zonde, dan ga je je nagel eigenlijk slopen, om het zo te zeggen. Ja, ga je beatboxen. Als je maar wel stil zit, dan voelt het goed. Je weet dat je in beeld bent, hè? Je weet dat je in beeld bent. Met mijn hoofd. Ja.
Zo, die mag eronder. Dan gaan we de andere tweede laag. Doe maar onder, schat. Dat klopt, wow. Dan ook niet de hele tijd zo. Nee, moet je te laten zien. Ja, weet ik, maar dat komt op laatste. Met het eindresultaat, yo! Dit is echt neon. Ja, nou wordt die pas de kleur die ik echt moet hebben. Mm-hmm. Mijn. Dan ga ik ook even. Zit stil! Dan ga ik ook mijn roze erin, dus pak aan. Ja? Dat is zo beter. Het is wel mooier. Waarom heb je eigenlijk 120? 120, oh, dat is 2 minuten. Maar dat gebruik ik eigenlijk nooit. Kijk, nu zit er hier en nu is het weg. Er staat een friemeltje en ik wil geen friemels op de nagels hebben. Geen friemels en geen gegeet. Geen gegegeten, ook geen gegeget. Zo, dat is laagje 2. Ik ga er maar mee in de lamp, jongen. Meisje. Hé, hey, meisje, wil je een lekker van mijn eentje? Krijg je niet. Krijg je niet. Je krijgt geen lekker van mijn eentje. Niet zo dik, hè? Niet zo dik met je neus. Is die grote gok zeker wel in beeld, jongen, of niet? Volgens mij wel. En die grote snavel. Cindy. Nou, als je een lamp ziet op de camera, dan zag je ook je neus. Want je hangt er boven het lampje met je neus. Heel ook goed. Ik dacht altijd dat je in zwart licht ook neon dan kan zijn. Zwart licht? Ja. In donker bedoel je? Ja, in het donker. Nee, zwart licht. Ja, maar kijk, dat krijgen we straks weer rare opmerkingen. Ja, sorry. Boep. Iemand laat het poepje. Wat doe je? Kijk, maar zit dan een haartje. Niet meer voor weggaan. Oh, yeah. Gaat naar je moer. Nee, moer. Moer. Ja, je moer. Dat zei ik. Wat zit hier nou weer? Kijk, dat bedoel ik dus. Dan doen we gewoon even zo. Dan is het weg. Tenminste, eerst even voelen natuurlijk. Ik voel het wel, ik zie het ook bijvoorbeeld. Zo. Ja, het ziet er heel goed uit. Het Tip, 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 tip
Dat ga ik zo meteen echt doen. Oh my god! Woo! Weet je wat we gaan doen? Wil je eentje met glitters? Ja, de ringvinger, ja. Pak deze. Doen we die nog even een glittertje op, hè, eentje? Leuk, even gezellig. Zo'n glitter erop, zo. Wow. Zo, dan doen we bij de rest of als de top uit erop blijft zitten. Oh, hij is zo mooi. Dan wil je hem ook nog. Nee?
Dat mag ook. Daarom vraag ik het. Ja, dat snap ik, anders vraag je het ook niet. Wat? Waarom denk je? Vond ik leuk. Oh, daar zit er nog steeds in. Laatste. Dit is gelijk trouwens de toplaag, jongens. Die moet je altijd als laatste doen. En eigenlijk als die dan onder de lamp van wow, komt, dan is die klaar. Steek in mijn duim. Steek in je duim. Dat is ik niet goed. Niet. Dat kan niet. Dat is niet van de jawak. Oké. Nee, dat is ook niet van de jawak. Yes, doe hem onder. Deze hebben we helemaal, is eigenlijk helemaal klaar. Je kan, nou jullie zien het niet, maar er zit nog een plaklaag op. Wij voelen het wel, de mail zal het ook voelen. Die ga ik dus nu verwijderen met de kinzer. Ja, er zit een plaklaag op. En eigenlijk als ik dat gedaan heb, dan kan je er gelijk alles mee doen. Het is gelijk droog, je kan er in je haar, je kan alles doen. Het is hard, dus het is niet zoals normale nagellak dat je eerst nog een half uur moet gaan wachten voordat het eindelijk een keertje droog is. Dat is bij dit niet. Zo. Dan gaan we nog even lekker olietje doen. Daar heeft mama ook een lippenbalsem van. Ja, daddy oil. Ik zeg altijd daddy olie. Zo. Nou, dan gaan we die andere even doen. Andere hand, Mil. Ja, die hoeft er niet meer op. Ik kan uit. Zo, ik straks mijn andere spullen van de tafel ook even terugzetten. Nou, jongens, dan ga ik dit nog even eraf halen. Doe ik die ook met olie. En dan kom ik zo even dichtbij om te laten zien wat het eindresultaat is geworden. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga ook een foto op Insta posten met van Jamil de nagels. En daar kan je uiteraard ook reageren. Mocht je ons daar nog niet volgen, doe even leuk. Volg ons daar ook gezellig. Er zijn ook diverse winacties waar jullie aan mee kunnen. We komen even dichtbij. Nou jongens, dit is uiteindelijk het eindresultaat geworden. Jamil, hou stil. Kijk, ik weet niet of je de glitters goed kan zien, maar ze hebben er eentje dan met glitters. Dus zo zijn de nagels geworden. Ben je blij? Mm-hmm. Yeah! Nou jongens, nou, je kan gelijk zien hoe wij de rest van de video hebben opgenomen. Wij hebben onder andere nu een video die jullie graag wilden zien, hebben we nu dus online gegooid. We gaan binnenkort ook een wimperliftbehandeling doen bij Jamil, want dat wil ze ook graag. Dus wil je dat niet missen, zorg dan eventjes dat je geabonneerd bent op ons kanaal. En klik even op dat belletje. Woehoe!